Hey, kunnen jullie nog vertellen voor wie we hebben ingezameld? Voor arme mensen. Voor arme mensen. Op straat leven. Ja, mensen die op straat leven. Ja, dat zijn er best wel veel, hè? Zien jullie het wel eens? Ja. 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 En maak je wel eens een praatje? Het Leger des Heils ging vandaag samen met Tweede Kamerlid Stineke van der Graaf van de ChristenUnie langs bij studentenverenigingen, basisscholen en middelbare scholen in Groningen. Dit om kleding op te halen die was ingezameld voor mensen die op straat leven. Ik woon zelf aan de rand van de binnenstad in Groningen, dus ik zie ook dat het aantal dak- en thuislozen in Groningen is toegenomen. En dan maak je praatjes en dan hoor je het is koud, het is nat buiten. En zo heb ik het Leger des Heils ook gebeld van kunnen we wat doen? En ja, de ChristenUnie heeft oog voor mensen die op straat leven en voor mensen die hulp geven aan hen. En op deze manier kunnen we ook daar even het licht op werpen. Ik vind het belangrijk dat we in deze samenleving naar elkaar omzien. En op deze manier kun je ook je boodschap uitdragen. En is het dan de enige actie die je doet of zijn er nog meer? Nee, ik ben deze week op veel plekken geweest. We vieren natuurlijk Sint Maarten. Sint Maarten gaf de helft van zijn mantel aan iemand die op straat leeft. En dat is een mooi voorbeeld om te volgen. Dat doen we nu ook met die kledinginzamelingsactie, waar zoveel scholen en studentenverenigingen elkaar mee helpen. Maar ik heb veel meer plekken bezocht deze week. In het kader van de 11e van de 11e doet Van der Graaf 11 dingen voor het goede doel. Vandaag was het Leger des Heils aan de beurt. Bij het Gomarus College en basisschool De Triangel werden ze enthousiast ontvangen. We hebben allemaal dozen verzameld en in de busje gezet voor de zwervers. En ja, die gaan allemaal naar jassen, sokken, ondergoed, allemaal warme dingen. Die gaan allemaal naar dakloze mensen. En waarom is dat volgens jou belangrijk? Omdat er zijn heel veel mensen die geen huis hebben en die dakloos zijn. En hier in Nederland is het heel koud. Dus ze hebben wel heel veel warme dingen nodig, vind ik. Dus ik vind het wel heel belangrijk dat we dingen verzamelen. Wij hebben ook een goed leven. En mensen op straat hebben dat ook nodig. Ja, en dan komt Stineke komt hier. Wat vind je hoe ze dit doet? Ik vind het wel goed. Jullie hebben als school kleding ingezameld. Waarom hebben jullie hier aan meegewerkt? Omdat we het als school belangrijk vinden om onze leerlingen ook mee te geven dat ze er niet alleen voor zichzelf zijn, maar dat ze ook een taak hebben in deze samenleving. En we vinden het belangrijk dat, dat ook een onderdeel is van onze hele school. We hebben natuurlijk burgerschap, wat een belangrijk thema is in de school, waarin we ook niet alleen een wettelijke taak hebben, maar wat we ook belangrijk vinden als school om mee te geven. Dat je niet alleen voor jezelf leeft, maar dat je een taak hebt in de samenleving. En daar is dit een heel mooi onderdeel van. Om ook oog te hebben voor de mensen die het moeilijk hebben in het leven. Is het dan dit jaar eenmalig of bent het volgend jaar weer van plan? Nou, dit smaakt naar meer.